Hoi allemaal en wat leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Het is een hele lange tijd geleden, maar ik zit eindelijk weer een keer met Mitchell. Gaan we weer. Ja, ik heb hem gedwongen. Hij zit hier niet vrijwillig. Nee. Dat is waarschijnlijk ook wel te zien aan zijn hoofd. Maar wij gaan vandaag een leuke video opnemen, hoop ik. Hij gaat mijn kerstmake-up doen. Dus welke look ga ik dragen met kerst? Ik heb geen inspiratie, dus laat ik het iemand anders doen. Een heftige, mooie kerstlook. Gewoon heftig, echt? Ja. Dus je denkt, bam, omdat ik altijd naturel ben, wil ik nu echt... Wow, die was fucking hard. Mocht je er zin in hebben, ben je benieuwd wat voor look met je gaat maken? Blijf dan verder kijken. Doe even je duimpje omhoog. En dan gaan wij beginnen. Waar wil je überhaupt mee beginnen? Ik heb geen idee. Oké. De meeste mensen beginnen met foundation en zo. Ja. Yeah. Ik begin meestal met mijn wenkbrauwen. Oh, dat is dit dan, toch? Ik weet niet waar je naar op zoek bent. Voor je gezicht hier. Foundation? Ja. Dat moet over je heen liggen. Ik heb van alles klaargelegd en hij weet gewoon niet wat is. Lekker voor je. Dit gaan we gebruiken. Ja, deze. Als foundation? Ja. Oké. Okay. Gebruik je veel? Weet ik niet. Ik heb dit nog nooit gebruikt. Het enige wat ik weet is als je verpakkingen leest, dat je zou zien wat het was. Highlight, liquid glow, prime blend. Wat is dit? Nou, dit lieve schat, wat je gebruikt hebt is highlighter. En dat is voor? Glow. Oh, nou ja. Dus ik ga lekker als een discobal, als een echte kerstbal, kerst beginnen. Maakt niet uit. Nee, dit moet eraf. Met highlight laat je alleen de dingen zien die je wil laten zien. Nou, je hoofd. Nou ben ik één highlight. Ik wil je hoofd laten zien. Kijk dan. Yeah. Oh, nou dit is misschien wel een nieuwe look dit. Hey. Oh, kom. Oh ja, vervaag het nog even door naar beneden. Oh my god. Ik moet wel ook een ding hebben. Voor mijn vingers. Nee joh, smeer lekker aan mijn broek. Ik ga eerst beginnen met je ogen. Hier, oh, ik zie hier smoky shades. Juist hem. Juist hem. Dit wordt hem voor de oogmake-up. En eigenlijk heel gemeen. Oeh! Want hier staat achterop stap voor stap hoe het moet. Maar alsnog ben ik heel erg benieuwd hoe die... Oh, hallo? Focus niet op mijn highlight hoofd. Oh. Maar alsnog ben ik heel benieuwd wat je ervan gaat bakken. Want het zegt niet alles natuurlijk. Nee. Weet je nog wat voor kleur binnen gaat en wat buiten? Binnen is licht. Doe het zo heel erg. Je moet altijd even aftikken. Niet blazen. Je wilde blazen! Ja, maar er zitten allemaal poederstukjes nu op je oog. Waar breng jij het helemaal aan, joh? Zoals op het plaatje stond. Gebruik je wel de goede borstel ervoor? Nee. Oh ja, kijk. Het is veel beter. Ben je tevreden tot nu toe? Tot nu toe wel, ja. Wacht even. Oh ja. Hé, wat doe je nou? Oh zo, hé, wat doe je nou? Oh. Ja, yeah, that's part of make-up. Oh. Ik zie er echt uit als een sad panda. Alsof ik gewoon op vrijdagavond thuis heb gehuild. En deze gewoon nog gebruiken. Te mixen. Oeh! Ik dacht dat je je ogen dicht deed. Wauw. Dit is een hele andere blendtechniek dan dat ik ooit heb gezien. Ik heb geen idee wat ik doe. I feel pretty. You're so pretty. Jezus man, dit ziet er echt niet uit. Ik vind mijn neus echt het einde gewoon. Oeh! Mooi is die, hè? Mm-hmm. Niet? Dat was geen eyeliner. Het is de nieuwste van L'Oreal, dus waarschijnlijk dat jij denkt, wat? Ja, maar heb ik zo'n kwastje gewend, toch? Ik heb ook zo één. Is dat... Oh ja, dat is beter. Dit is echt zo'n... En daar, als je daarmee stempelt, heb je gelijk een wing. Oké. Je hebt helemaal in de hout greep.
Onderkant ook, toch? Oh nee. Nee! Cool. Scheidkind. Rot op. Hier. Hallo, it's me. Mini tutorial, dit is de nieuwe Rimmel London Wonder Wing eyeliner. En ik ga kijken of ik een wing kan zetten. Oh ja, nee, verpest, laat maar. Jee, oh ja, nu verpest je mijn hele make-up. Doe ik het ook wel aan die kant. Ja. Hier was hij al trouwens. Nou, dat is gewoon een mislukte, oeps, ik ben uitgeschoten wing. Hé, hey, deze wing is mooi. Kijk, dat lekker gewoon twee drups op. Drups? Twee drops op. Kan ik niet gewoon met een doekje weghalen? Nee. Jawel. Dus dit is jouw look. Nee, dit is niet mijn look. Als jij een grote poederkwast vindt, dan ga ik je helpen met wat je kan gebruiken. Die. Zie, het wordt al matter. Eigenlijk zijn deze make-up dingen echt slecht voor je make-up. Goh, laat mijn vriend me opmaken. Gelijk al mijn make-up is verpest. Kijk, we got company. Het gaat gewoon lekker comfortabel liggen. Ja, echt hè? Puntje van mijn neus. Eeuw. Dat is mijn vinger. Ja. Waarom? Gewoon, ik ga die gebruiken. Ik weet het niet. Ik weet dat ik moeilijke wenkbrauwen heb, maar jeetje. Je maakt er gewoon stokjes van. Van die dunne papichulo wenkbrauwtjes heb ik nu. Papi, papi. Je duwt toch mijn hele hoofd zo? Ja, nou in. Ik vind het goed. Ik weet niet wat dit is, maar het ziet er leuk uit. Ja, wat gebruik jij altijd dan? Ja, ik weet hier zet je echt strakke wenkbrauwen mee. Ah. Op zich, zo op beeld, is die wenkbrauw wel oké. Deze? Ja, alleen ik vind ze veel te dun, want het is natuurlijk kerst. En mijn ogen zijn dan niet echt heftig. Dit gebruik je zo te zien niet? Jawel. Jawel, maar hij is nu op de tapijt geweest. Oh. Het is een heel duur kwastje dit. Ja, ja. Nee, echt. Het is Anastasia. Oké. Okay. Girls, laat hem even weten hoe duur Anastasia is, alsjeblieft. Ja, dat zal best. Wow. Kijk nou wat een sad wenkbrauw je me geeft. Jij maakt er gewoon een streepje van. Wacht even, ik ben toch nog niet klaar? Kom hier. Ik wil wel een hoekje in mijn wenkbrauw, een boogje. Waarom leek eigenlijk mijn ogen dicht net? Ik heb geen idee. En dat je niet wil zien hoe ik het verpest. Kijk eens. Wow, hij is echt heel droog. Misschien als ik zo kijk dat het wat is. Oh shit. Dat was Mia. Hij is nog donkerder bij. Ik ga ze bij me. Nee, laat maar. Ik ga er niet meer aan zitten. Dat is een goeie. Laat maar. Kom. Kom even. Ik ga er niet meer aan zitten opkwasten. We gaan jouw wimpers doen. Ogen dicht of ogen open? Open. Wat? Jij beweegt zo Nee, erg. Ik bewoog niet. Jij prikt in mijn oog. Oh, ik vind het zo eng. Met jou. Kom bij. Nee, je prikt zo. Kijk hoe eng die beweegt. Pauze. Jij doet echt zo dat ding naar mijn oog toe. Ik doe zo. Waarom beweeg je zo? Hou op! Ik doe niks. Kom hier. Dat komt omdat jij het zo eng doet. Hoe doe ik het eng? Je doet zo. Ja, zo. Ik vind het goed. Deze kan nog een beetje in het hoekje. Zo, valt toch ook wel mee? Wat moet ik doen? Naar mij kijken. Dit wordt geen kerstlook, denk ik. Oh jawel, ik voel hem. Nee. Lekker mijn onderkin even wegwerken, ja? Ja. Het is voor hier toch, en zo? Voor je appeltjes. Voor je appeltjes. En dan gebruik je deze voor? Nou, het ziet er toch wel goed uit, vind ik. In de verte eigenlijk wel. Alleen in de verte hoor. Nu je lippenstift, ja. Denk ik.
Maar we gaan even kijken welke we gaan gebruiken. We gaan lipgloss gebruiken, die. Echt? Ja toch? Het is kerst. Of kerst, deze dan? Ja, die is wel heel... Kom, doe. Oh my god, het is raar met alleen een onderlip. Ik heb hier ook iets meer lipstick op dan dat ik hier heb. Oh ja, ik zie het. Waardoor ik echt zo'n... Zo'n prullipje. Kijk dit. Maar dat compenseert wel weer met die wenkbrauw die hier één stok is. En dit ga ik dragen eerste kerstdag. Nou, echt niet. Ja, ik wil dat je het weer doet. Ik voel me zo raar als ik praat terwijl ik dit stukje lip zo zie. Dit is de prachtige Smoky Eye. En let vooral op het verschil in mijn wenkbrauwen. Dat was het in ieder geval voor de video van vandaag. Ik ben benieuwd wat jullie vinden van de look. Laat het zeker even weten. Als je de video leuk vond, doe dan even je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je bij de volgende video. Doei! Tot de volgende keer. En bij de 250 duimpjes omhoog mag ik hem opmaken. Nee. Jawel! Echt een keer. Nee. Dat heb ik nog nooit gedaan.